3D-printen dan, Jim? Gaat dat echt de wereld op zijn kop zetten? Ja, dat is een revolutie. En misschien moeten we het ook niet hebben over printen. Daar hebben mensen toch een ander beeld bij. Je moet eigenlijk zo zien dat elk huishouden krijgt een mini-fabriekje tot zijn beschikking. Daar kunnen ze alles mee maken. Simpele voorwerpen. Of misschien dat ene reserveonderdeeltje wat jij al maandenlang kwijt was. Dat kan je dan even downloaden van internet en zelf uitprinten. Ja, en dan dus bedrijven gaan anders werken? Nou, dat zullen ze wel moeten. Ze zullen na moeten denken over wat zij produceren en wat ze daarnaast nog doen om hun merk relevant te houden en om winst te kunnen blijven maken. Maar volgens mij niet alleen bedrijven, ook wij of jongeren die nu een studie moeten gaan kiezen, die moeten anders gaan nadenken. Want als wij dus steeds meer zelf gaan ontwerpen en meer zelf maken, dan hebben we ook andere competenties nodig. Dus dan moet je misschien toch maar industrieel ontwerper worden. Industrieel ontwerpen. In die zin worden we allemaal ontwerpen in de toekomst. En het leuke is, je moet ook alles gaan omdenken. Bijvoorbeeld dat je naar een tentoonstelling gaat die nog niet af is. Dat die, terwijl jij er bent, dat die gemaakt wordt. En een Nederlands bedrijf, natuurlijk een start-up, Leapfrog, die doen dat. Samen met de Nieuwe Kerk hebben zij een tentoonstelling van de Verboden Stad. En die is gewoon nog niet klaar. Wat je hier ziet is een maquette van de Verboden Stad. En zoals je ziet zijn er nog heel veel lege plekken. Dat komt, we zijn over de 2 maanden van deze tentoonstelling vullen we deze maquette in. Dus we 3D-printen alle huisjes, alle gebouwen van de Verboden Stad. Paleizen, bruggen, huisjes, alles. Dat gebeurt met een printer van 1500 euro die gewoon te bestellen is voor thuis. Als consument kun je eigenlijk dingen op maat maken. En dat is het leukste. Er zijn nu al heel veel tekenprogramma's waarin je je eigen kopje bijvoorbeeld kan je helemaal customizen naar jouw smaak. En dan druk je op play en dan komt hij uit de printer. Ik zou het liefste zou ik mijn eigen telefoon willen kunnen printen. Dus dat je het ontwerp downloadt, dat je op print drukt en 4 uur later heb je hem. Matthijs is oprichter van het 3D-printbedrijf Leapfrog. Hij ziet een zonnige toekomst vol nieuwe mogelijkheden voor de 3D-printer. Die kan nu alleen nog met bioplastic printen, maar straks met veel meer materiaal. Je moet denken aan steen, aan hout, aan metaal, aan glas. En dat zijn eigenlijk de basismaterialen waar uiteindelijk alles van is gemaakt. Dan wordt het echt interessant. Dan is het echt heel interessant, ja. Hoe lang duurt dat nog? 10 jaar. En moet ik dan thuis al die materialen hebben om ze in te kunnen voeren? Nou, je moet je voorstellen dat je een soort cartridge hebt. En dat kunnen 5 verschillende compartimenten zijn. Maar misschien wordt het ook wel 1 materiaal waar je met verschillende bewerking verschillende materiaaleigenschappen uit kan krijgen. Je hebt Leapfrog opgestart. Het loopt nu 1,5 jaar. Het gaat hartstikke goed. Is er iets waarvan je zegt dat kan nog niemand, dat wil ik gaan proberen te bereiken? Ja, we willen het zo makkelijk maken dat ook iemand die voor het eerst een 3D-printer ziet er eigenlijk mee kan gaan printen. Dat als we groeien zijn we in staat om meer te produceren en daardoor de prijs te drukken, zodat echt iedereen hem naast zijn koffiezetapparaat gaat zetten. Ja, wordt hij net zo gewoon als de PC? Ja. Zo komt er ook over een aantal jaar een materiaal dat elektriciteit geleidt, waardoor je bijvoorbeeld een werkende smartphone kunt printen. Verkopen jullie veel printers? Ja, en het verdubbelt elke paar maanden de verkoop. Dus wereldwijd. Iemand heeft dus die hele stad ingescand en al die ontwerpen klaargemaakt om geprint te worden. Wat een werk, man. Ja, dat is heel veel werk. Maar misschien ook wel het werk van de toekomst. Net als dat we nu een nieuwe economie zien rondom apps. Hè. Iedereen kan die bouwen en uploaden en daar een beetje geld mee verdienen. Dat noem je de app economy. Zou je dus ook zien dat een hele economie zal ontstaan rondom mensen die ontwerpjes uploaden voor 3D-printers. Ja, maar iedereen gaat dus van alles uploaden. En dan denk ik, ja, sorry hoor, maar wie zit nu te wachten op dat vaasje dat Mien in as heeft zitten vreubelen? Nee, dat zou je misschien verbazen, maar dat is een wet op internet, de long tail. Die zegt dat voor elk product wat wordt aangeboden uiteindelijk er ook een vraag zal zijn. Dus dat is het mooie, massa is kassa.